Goedendag, welkom bij weer een nieuw middagmoment. Vandaag gaan we het hebben over ruitenwisserarmtrekkers. De woord zegt het al, is om je ruitenwisserarm los te halen. In plaats van dat je alleen een blad zou moeten vervangen omdat die stuk is, kan het ook voorkomen dat het hele armgedeelte losgehaald moet worden. Die zit op een spierbaan en die krijg je niet met een schroefdrijver of dergelijke los, daar moet je echt een speciale trekker voor hebben. We hebben een breed scala in te verkrijgen bij middelop.nl. Ik heb hier een paar neergelegd en daar ga ik eens in ieder geval eentje van demonstreren, zodat u ook een idee heeft hoe dat werkt. Ik wil beginnen met de trekker van Laser. Dat is een zware uitvoering. Daar zitten twee poten op, algelang de situatie en de zwaarte van de arm. Dat is de Z4750. We hebben ook de RWT1 van Midlock. Dat is een makkelijk, simpel trekkertje die je onder de arm klikt. En dan hebben we de 1113 ML van Midlock. En dat is een iets zwaardere uitvoering en die ga ik ook even demonstreren. We hebben hier een situatie geschetst, zodat u ziet hoe de toepassing uiteindelijk gaat worden. Dit is de ruitenwisser met de arm die hier op een as zit. Die zit met een moer, zit hier vastgezet. U pakt de desgewenste maat sleutel. Draait u eerst de moer los. Die haalt het er uiteraard vervolgens van af. Op het moment dat hij eraf is, ziet u al het spindelgedeelte en de arm. Dit is de trekker. Die heeft een pootje en een verstelknop. Die moet uiteindelijk achter de arm komen. U draait hem aan zodat hij mooi vast zit achter de arm. En vervolgens gaat u met de spindel die nu midden op de muur zit, gaat u de arm ervan afhalen. Door hem simpelweg aan te draaien, trekt hij de arm van de spierbaan af. Dat moet ook rechtstandig gebeuren. En als hij eenmaal los is, dan kunt u de arm uiteraard direct losnemen. U hoort hem al klikken. En vervolgens kunt u de arm er op die manier afhalen. U ziet het, er zit een spierbaan. Daar moet u echt een speciale trekker voor hebben om hem rechtstandig los te kunnen halen. Ideaal voor al dat soort armen los te halen, algelang de toepassing, het diverse stukje gereedschap erbij te zoeken op midlock.nl. Bedankt weer voor uw tijd en uw aandacht en tot de volgende keer.